Voorzitter. Voorzitter, ik wil graag een punt van orde maken. Er is hier een Kamerlid mevrouw dat Simons, buiten de microfoon om Simons, mij probeert te intimideren. Ik wil daar graag een punt van. Er was een Voorzitter, mag ik er even op reageren? Nee, ik ben nu aan het woord. De heer De Hoop had een statement voor mevrouw Van der Plas. Mevrouw Van der Plas was daar kort op aan het reageren. Mevrouw Van der Plas. Ik geef u straks het woord, mevrouw Simons. Maar ik zou dit eerst even willen afronden. Wat er buiten de microfoon gebeurt, kan ik niet horen. En daar, daar heeft u beide een handje van. Ik geef u zo het woord. Voorzitter, ik vind het heel erg vervelend. U praat gewoon door. U niet ingrijpt op het moment dat ik u aangeef dat er hier een Kamerlid... Goedemorgen, zeg. Goedemorgen, inderdaad. Ik denk dat ik misschien maar even moet gaan schorsen. Dan kunnen we allemaal even een kop koffie nemen of een kop thee gaan drinken of een wandelingetje maken. Het is toch een kleuterklas hier? Ja, zegt u dat tegen mij? Dat zeg ik tegen iedereen inmiddels. Omdat u mij aankijkt. Omdat u het woord vraagt zonder dat u het woord krijgt, mevrouw Simons. Ik heb u met alle egaars behandeld. U heeft het woord eerder gekregen in de volgorde omdat u om 12 uur weg zou gaan. Dat was een inhoudelijke bijdrage, voorzitter. Er zit hier een Kamerlid buiten. En ik vraag u als voorzitter om in te grijpen als dat gebeurt. Ik zou me heel graag in deze ruimte net zo veilig willen voelen als ieder ander. Dit is een wetgevingsoverleg. Emancipatie. Emancipatie. En ik vind het echt een schande dat wij deze kant van dit parlement aan de toehoorders laten zien. Dat we op deze manier met elkaar een debat willen voeren. Het opvoeden van mijn 4 kinderen thuis is makkelijker dan het leidinggeven aan deze vergadering. Dat begrijp ik heel goed. Nee, mevrouw Simons, u heeft niet het woord. Want wij gaan op een andere manier hier in het huis met elkaar om. U krijgt het woord. U spreekt via de voorzitter. Dan kunt u mij zo aankijken van mens, zak erin. Maar dat is hoe wij het hier doen. Dat is hoe we het hier al jaren doen. Jaren. En voor u gelden geen andere regels dan voor alle andere leden die hier aan de tafel zitten. U neemt het woord, continu, zomaar. Drukt u op die knop, gaat u praten. En dan kunt u wel zo doen, maar u heeft niet meer rechten dan alle andere leden hier aan deze tafel. Ja, u kunt met uw hand omhoog blijven zitten, maar ik was bezig om een interruptie van de heer De Hoop op mevrouw Van der Plas af te ronden. En tot die tijd moet u even wachten. Dus ik geef nog even het woord aan mevrouw Van der Plas. Ja, dank u wel. Ik begrijp heel goed, denk ik, wat de heer De Hoop zegt. En ik denk dat we die discussie misschien ook nog wel eens wat vaker moeten voeren. Hè? Want wat voor mij heel vanzelfsprekend is, dat hoeft voor de heer De Hoop helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. Dus ik vind het ook altijd prettig als mensen mij daarop aanspreken. Kan ik daar even over nadenken? Het woord, waarom ik aansloeg op het woord wit, is dat ik ervaar bijvoorbeeld bij mijn jongste zoon van 21... die voelt zich inmiddels gewoon heel erg onprettig bij het feit dat hij dan wit genoemd wordt. Omdat er een soort van negatieve lading of sausje overheen is gegoten. Dus ik denk dat we hier niet uitkomen. Nogmaals, ik snap heel goed wat de heer De Hoop zegt. Daar zit zeker wat in. En we hebben binnenkort ook nog een debat over discriminatie. Misschien dat we daar misschien eens een keer verder over moeten praten. Ja. En zeker bilateraal, buiten de vergadering, vind ik het wel leuk om met de heer De Hoop het daar verder over te hebben. Dank. Nee, meneer De Hoop, ik denk dat dit voor nu voldoende is. En zoals mevrouw Van der Plas al aangeeft, u krijgt hier binnenkort een andere mogelijkheid voor om dit debat ver te voeren. Mevrouw Simons, heel kort. Dank u, voorzitter. Ten eerste, voorzitter, vind ik het erg jammer dat u het nodig vindt om op deze toon tegen mij te spreken op het moment dat ik een punt van orde wil maken over een Kamerlid dat hier buiten de microfoon om mij aan het intimideren is. Ik denk dat het onder andere de taak is van de voorzitter om voor een veilige omgeving te zorgen in de ruimte. Dat was de opmerking die ik wilde maken. Ik vond uw uitbarsting daarop iets wat ongepast en ook wel bijzonder. Omdat ik dus iets probeer aan te geven dat precies gaat over de orde van de vergadering. Ik zou het dientengevolge ook wel heel erg fijn vinden als u het betreffende lid wilt aanspreken. In plaats van tegen mij zo van leer te trekken. Daarnaast wilde ik graag reageren op wat mevrouw Van der Plas zei. En dat is geenszins een aanval. Op het moment dat zij een voorbeeld wil maken over kleurenblindheid en daarbij de heer De Hoop en mijzelf
als voorbeeld neemt, dan denk ik dat ze precies het punt bewijst dat kleur wel degelijk bestaat. We stoppen ook allemaal voor een rood stoplicht, omdat we zien dat die rood is en niet groen. En ik zou graag de heer De Hoop willen aanvullen, mevrouw Van der Plas ook mee te geven. Op weg, en anderen wellicht, op weg naar dat discriminatiedebat. Als we praten over gelijkwaardigheid, dan zijn wit en zwart inderdaad gelijkwaardige kleuren. En ik koppel ze zelf altijd aan het, dank u voorzitter, aan het yin en yang teken. Mevrouw Simons. Waarbij die, ik werd net aangesproken, mijn naam werd net genoemd. Ik vind dat ik daar ook maar u kunt iets korter zijn in uw reactie. Ik heb eerst een punt van orde gemaakt richting u, voorzitter. En nu maak ik een korte opmerking richting mevrouw Van der Plas. Precies. Met betrekking tot het prachtige yin en yang teken dat zo mooi gelijkwaardigheid en balans uitstraalt, waarbij beide delen even groot, even krachtig, even waardevol zijn en laten zien dat die twee in volledige harmonie met elkaar kunnen samengaan. Dank u, voorzitter. Ik ga nu de zaal verlaten op weg naar de volgende vergadering en ik kom terug. Mag ik dan nog even iets tegen u zeggen? Natuurlijk, mevrouw voorzitter. Simons. Ik vind het heel jammer dat u op uw manier over mijn voorzitterschap spreekt, maar als u dat zo ervaart, dan zij dat zo. Ik heb geen 30.000 ogen. We zitten hier met heel veel woordvoerders een debat te voeren over emancipatie. En als ik mevrouw Van der Plas, die hier aan mijn rechterzijde zit, het woord wil geven, dan draai ik mij naar haar toe, zodat ik haar kan zien. Dan kan ik niet hier achter mij horen wat de heer Beertema misschien buiten de microfoon tegen u heeft gezegd. Dus mijn oprechte excuses dat ik dat niet kan zien. Ik aanvaard uw excuses en benadruk nog een keer dat precies de reden is dat ik vroeg om een punt van orde te maken. U heeft geen ogen overal en maar, daarom heb ik het... En dan zou ik tot slot tegen... En daarom heb ik het op me genomen. Het is echt ongelooflijk. Ik maak graag mijn zin af, voorzitter. Ja, ik ook, en daarom, mevrouw Simons. Ik was aan het woord, dus vandaar dat ik graag mijn zin wilt afmaak. Wilt u hier komen zitten om de boel voor te zitten? Ik was mijn zin aan het afmaken, voorzitter. Ik val u niet in de reden. U heeft mij het woord gegeven en ik heb u niet in de reden gevallen. Ik heb u niet in de reden gevallen, in tegenstelling tot u die mij nu in de reden valt, om mij dan vervolgens een verwijt te maken. Omdat u geen ogen overal heeft, voorzitter, heb ik een punt van orde willen maken. En ik neem u helemaal niet kwalijk dat u geen ogen in uw achterhoofd heeft. Nou, dat is dan de winst. Dat was de bijdrage van mevrouw Van der Plas. Ja, want dat wilden wij... of willen de mevrouw Gunnehan? Nee, ja, mevrouw Gunnehan. Ik wil er kort iets op zeggen. Ik vind het heel jammer hoe dit zo gaat. Nee, we gaan dit niet nu even doen. Dit gaan we over de lunch nog een keer bespreken. Ja. Ik kijk even naar de woordvoerders die zo galant en collegiaal zijn geweest om de andere collega's voor te laten. Ik vraag even aan u, wilt u uw bijdrage nu leveren en dan schorsen of wilt u nu schorsen en dan door? Mevrouw Van der Laan. Mevrouw Van der Laan. Ik had eigenlijk een interruptie op mevrouw Van der Plas. Ah, maar kijk, en u neemt pas het woord als u het krijgt, mevrouw Van der Laan. Dan is er nog een vraag van u met excuses dat u in al het geweld bijna ten onder dreigde te gaan. Aan u het woord, een vraag aan mevrouw Van der Plas.